voor de wereldkampioenschappen viel hij weer heel hard op die knie. En overwoog om eigenlijk niet naar Calgary af te reizen. Heeft dat toch gedaan omdat hij zegt, ik vind het belangrijk om voor het Canadese publiek te rijden. Omdat in 2010 de Olympische Spelen immers in Vancouver zijn. Hij reed een geweldige kwalificatiekuur. Deze kuur dus. Het is werkelijk genieten. En ik hoop dat hij net zo goed rijdt nu. Vierde was hij bij de korte kuur. Maar hij staat aan de leiding in het klassement. Na de kwalificatie en de korte kuur. Hij rijdt op muziek uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Die drievoudige axel, dat is zijn moeilijke sprong. En het is altijd maar afwachten of die ook als drievoudig door de technische specialist gezien wordt. Soms smokkelt hij, nu die viervoudige. Cruciaal voor hem nu. Prachtig. Prachtig, heel makkelijk gecombineerd met die drievoudige cherry flip. Drievoudige Rietberger, niet goed geland. Ja, en hij moet knokken, want Bruin Joubert heeft heel goed gereden. Nog een viervoudige gaat doen. Moet eigenlijk ook wel. Ja, prachtig zeg. Want dat heeft natuurlijk Joubert ook gedaan. Drievoudige flip, drievoudige cherry flip. Als hij dat deed in de kwalificatie, hij is duidelijk een beetje moe. Maar wat een interpretatie van de muziek. Stéphane Lambiel
Ja, en ik denk toch dat het goed genoeg is. In die zin, hij is de completere rijder. We gaan het dus even vergelijken met Brian Joubert, de Fransman, die technisch zeer goed gepresteerd heeft. Maar deze Stéphane Lambiel, hij heeft gewoon het complete pakket, zoals we dat noemen. Hij interpreteert de muziek fenomenaal, is elegant. En ook zijn pirouetten zijn beter dan die van Joubert. Joubert is meer de technische rijder. En nogmaals, Lambiel reed beter in de kwalificatie. Toen was hij echt nog fris. Maar dit is goed genoeg, denk ik, om zijn titel te prolongeren. Hij was niet zo super in de korte kuur. Hij zette zijn voet bij de landing van de drievoudige axel. Tipte aan, nou ja, het was meer dan aantippen. En hij deed viervoudig chairflip, dubbel chairflip, terwijl Joubert bijvoorbeeld viervoudig, drievoudig sprong. Maar ja, hij heeft alles wat daarbij hoort. En hij is pas 20. Dus wij zullen nog zeker 4 jaar plezier hebben. Ook denk ik van Joubert, die zal ook zeker doorgaan. En die zal er veel meer bij moeten leren wat de interpretatie betreft, wat het elegant zijn betreft. En dat is natuurlijk moeilijk. Dat heeft deze Lambiel van nature. Hier de viervoudige chairflip, die kan die zo goed. Axel dus minder en ik zou me niet verwonderen als die als dubbele aangerekend wordt in plaats van drievoudig. En dat is niet de eerste keer, dat was ook vorig jaar zo. Hier de Rietberger van achterwaarts buitenwaarts, 3 keer om zijn as. En u ziet hier hoe zijn achterkant van zijn vrije voet in het ijs komt. En dat is toch een beetje een teken van moeheid ook. Stéphane Lambiel. Ja, het is, ik kan u vertellen dat als hij hier wint, maar wie er ook wint, $45.000 verdient. De zilveren medaillewinnaar 27.000 en de bronzen medaillewinnaar 18.000. En dan gaat het naar beneden, maar tot plaats nummer 12 kun je nog $2.000 verdienen en dan is het op. Maar de 5e plaats ook nog goed voor $10.000. In ieder geval weten we dat Joubert de zilveren medaille gaat winnen. Want hij staat op de eerste positie op dit ogenblik. En dat is dan de 6e zilveren medaille in de historie van het kunstrijden voor Frankrijk. Mocht Joubert niet kampioen worden. Maar ik denk dat niet. Ik denk dat Lambiel de 3e titel voor Zwitserland in de geschiedenis binnenhaalt. Hij heeft er zelf 2 gewonnen. En in 1947 was het Hans Kerschwiele die won. We gaan kijken. The technical score is 78.70. Dan krijgt hij net iets minder dan Joubert. Maar dat wordt goed gemaakt door de componenten waar hij dus meer krijgt dan Joubert. En laten we niet vergeten dat hij ook voor stond in het klassement natuurlijk. Dus Lambiel die prolongeert hier met succes zijn titel. 156.58. En ik geloof dat hij het zelf nog niet helemaal door heeft. Dat zal zo dadelijk blijken als hij 274.22 ziet. En die eerste plaats, hij weet het, het zit in de tas. De 2e wereldtitel voor de 20-jarige Stéphane Lambiel uit Zwitserland. En een emotioneel moment. Niet alleen voor hem, ook voor Peter Grütter die hem van kleins af aan begeleid heeft. En zijn choreografe Salome Brunner, die er ook altijd bij is. En een uitstekende choreografie verzorgt voor Stéphane Lambiel. Het is een team om hem heen. En dan gaat het zilver dus naar Frankrijk. Brian Joubert wint de 6e zilveren medaille voor Frankrijk. De laatste was in 2004 ook gewonnen door Brian Joubert. En de bronzen medaille voor